is now on the beat. Hallo kijkers, het is vandaag mijn verjaardag. Ik ben 27 jaar jong geworden. Ik ben zo blij dat ik ten eerste dat ik een jaartje extra mag bijtellen. Ik voel me nog steeds erg jong en fruitig. Forever 21. Maar het grootste geschenk is dat ik het in het buitenland, in de zon, mag doorbrengen. Ik ben altijd in de winter jarig. Kou, maar nu in de zomer. Dus dat is heel leuk. We gaan zo naar de schoonheidssalon, even de nails doen en de toenails. Daarna in de middag gaan we nog even kijken wat we gaan doen. En in de avond gaan we uit eten bij Shimin. Lekker eten. Dus ja, ik ben helemaal blij. Ik heb al heel veel felicitaties gehad. En mijn eerste vlog die komt online. 6:00 Nederlandse tijd. Tegen die tijd dat deze vlog online komt, is het denk ik april of mei. Helemaal niet relevant meer, maar goed. Het is wel een belangrijke en een speciale dag vandaag voor mij. Spannend. We zijn bij de schoonheidssalon aangekomen. We gaan onze nagels doen. En de nagels doen niet te echt. Mijn voeten zijn heel gevoelig. Dus ik hoop dat ik het aan kan. Avond geworden. We gaan nu eten bij Shimin. Dat is een groot restaurant waar je heel veel verschillende gerechten kan eten. We hebben daar gereserveerd. Wat voor soep heb je? Kippensoep. En wat is dat ding daar? Is dat kip? Wat erin zwemt? Ja, wat erin zwemt. Dit ding. Ja, lamia. Ik denk dat het kip is. Ik moet kip voorstellen hoor. Voorstellen? De bal. Haasbal. En wontonganalen, vegetarische lumpia's. Speciaal voor mijn moeder. Ja. Hoofdgerecht. Joelle die gaat voor het eerst mosselen proberen. Zo was zien hoe je dat gaat eten. Wat? Vegetarische baas. Met saus zit erover. Met wat groenten. Stap het gewoon in je mond. Ik kou het. Maar dit kan ik niet komen. Wat erin zit. Gooi het op. Slurpend. Niet lekker. Doorschepen. Ga maar kijken. Een kleine. Wat bedoel dit even? Nee, je moet het in met die mossel zelf. Nu heb je die zuur uitgehaald. Maar dat heb ik gedaan. Je moet een beetje bijten, want dat zit goed vast, hè? Hoe is die saus? Is wel lekker. Dat is wel lekker. Oké. Maar het zit goed vast, hè? Dus je moet wel even je tanden gebruiken om het eruit te krijgen. Gaat het breken? Nee, je moet het op de originele manier doen. Mm-hmm.
Volgens mij wel. Het is lekker. Zie je wat ze er nog in? Maar je moet ervan houden. Het heeft wel aparte smaak. Ja, maar het proeft echt goed. Vis. Je kan het niet vergelijken met een vis. Niet echt vis. Wacht dan, maar die smaak heb ik wel eerder. Alleen weet ik niet in wat voor combinatie. Welke vis. Maar het heeft iets taai. Het heeft wel een beetje een rauwe smaak. Dat is het niet. Ik zeg maar een andere smaak. Het zit echt goed vast. Maar het is wel lekker. En die saus maakt het lekker. Nou, ik wacht nog op mijn hoofdgerecht. Het is al erg op de hoofdgerecht. De mijn is gearriveerd. Het is een mix van vlees en vis, seafood. Echt lieve, dat is echt die bakjes gezet voor bestellingen. En je wil iets aan jullie, maar kijk, niemand hierin mee. We hebben wel even eten besteld en kijken hoe ze het hebben verpakt. Gewoon gedumpt in een bakje met een zak eroverheen. Is een deksel fatsoenlijk? Het ziet er niet fris uit. Stel je neemt dit mee voor iemand en die persoon zou echt niet gewoon als je mee zou dan krijg je nog een groen. En dan die, dit span de kroon. Oh, rijst in een zak. Bezuinig ons. Want ja, dat is nou, Shimin, we komen niet meer terug hoor. Echt niet. Het is echt een dikke onvoldoende. Teleurgesteld. Ver onder de maag gepresteerd. Shimin, we zien je nooit meer terug. Het was niet te vreten. Echt nee. Zo teleurgesteld. Oh, wat was het vies. De bediening was ook niet echt dat je zegt van wauw. Ik heb er al geen zin meer in. Gegeten bij de Gladiator. Ja, fantastisch. Beter gingen we weer. Hoe je verwelkomd werd. Waar was dat? Het zelf is verderop. Richting Leonsberg. Oh,